Ik sta aan de haven van Kos Stad. Het eiland Kos is vannacht getroffen door een aardbeving waarbij 2 mensen om het leven kwamen en 120 mensen gewond raakten. Ik sprak de lokale bevolking eerder vandaag en zij zeiden: we hebben nog nooit zo'n ernstige aardbeving meegemaakt. Wij zijn net zo in shock als jullie toeristen zijn. Ik rolde ook vannacht letterlijk mijn bed uit. We zitten hier de haven, die is ernstig verzat. Ik ga even kijken wat er de dag na de aardbeving zoal gebeurt in Kos Stad.